Hoi, ik ben Suzanne, diëtist en online coach bij New Physic. Wat ik vaak terughoor bij klanten, is dat ze moeite hebben met de sociale momenten. Ze willen het op een gegeven moment lekker het terras op of lekker bij een restaurantje gaan eten. En ook bij New Physic moet dat natuurlijk kunnen. Ik ga je een aantal tips met je delen, zodat je deze momenten ook makkelijk kan doorstaan en gewoon kan genieten en ook kan afvallen. Tip 1. Check de menukaart. Weet je naar welk restaurant je gaat? Dan is het handig vooraf alvast even de menukaart te bekijken. Veel restaurants hebben online een menukaart staan. Daar kan je alvast even kijken welke gerechtjes New Physic proof zijn. Mocht je twijfelen, dan kan je natuurlijk altijd even overleggen met jouw coach. Gestoofde, gekookte of gegrilde gerechtjes zijn vaak minder calorierijk dan bijvoorbeeld gepaneerde of gefrituurde gerechten. Ook kan je in plaats van een brood bijgerechtje of wat frietjes vragen om een extra groene salade of wat gegrilde groenten. Dat scheelt al een hele hoop. Tip 2. Beperk het aantal gangen. Vaak heb je helemaal niet een voor-, een hoofd- en een nagerecht nodig, maar kan je prima af met alleen een voor- of een hoofdgerecht. Wat ik zelf vaak doe, is een voorgerechtje delen met de tafelgenoot en een lekker hoofdgerecht uitkiezen en afsluiten met een lekker kopje koffie of thee. Tip 3. Vertrek niet met te veel honger als je richting het restaurant gaat. Wat ik vaak terughoor bij klanten, is dat ze overdag alles opsparen, omdat ze 's avonds uit eten gaan. Maar dat zorgt er eigenlijk juist voor dat als je aan tafel gaat, je het liefst een broodplankje wil aanvallen. Dus zorg dat je gewoon je eetmoment aanhoudt, maar verschuif bijvoorbeeld wat meer naar wat meer eiwit en groente gedurende de dag. Zo ga je met een gevuld gevoel richting je etentje. Mocht je vlak voor je etentje toch te veel trek hebben, neem dan een eiwitrijke snack. Dat kan een bakje kwark zijn, een gekookt eitje of neem bijvoorbeeld wat plakjes magere vleeswaren met augurk. Tip 4. Vraag of de dressings, saus en jus apart geserveerd mogen worden. Vaak wordt een salade bijvoorbeeld met een lekkere dressing geserveerd, een biefstukje zit vaak in een lekkere jus en een visje wordt vaak gebakken in de boter. Vaak is het prima om te vragen of ze deze los kunnen serveren. Zo kan je zelf bepalen hoeveel je hiervan over je gerechtje doet en bespaar je al snel heel veel calorieën. Ook kan je bij die gerechtjes in plaats van de frietjes voor die salade of gegrilde groenten kiezen. Tip 5. Wees scherp op je drankjes. Er is natuurlijk niks lekkerders dan af en toe een glaasje alcohol nuttigen, maar probeer ook af en toe bij een etentje eens te kiezen voor een glaasje spa rood. Misschien kan je vragen of ze je spaarrood bijvoorbeeld in een mooi wijnglas serveren. En misschien hebben ze wat verse munt of een plakje limoen of citroen. En lijkt het net alsof je een cocktail drinkt, terwijl je gewoon lekker meedoet met de rest. En bespaar je al heel veel calorieën op die manier. Dit waren mijn tips. Mocht je meer tips willen, vraag het aan je coach. Ik wens jullie heel veel succes. Balans is afvallen, maar ook zeker genieten. Heel veel succes.